Ik vraag mij soms af of we niet leerkrachten wat onderwaarderen. Rol van de leerkracht ook binnen een scholengroep. Zeer veel planlast, zeer veel administratie. En dat zijn de mensen die ik daarvan heb ontmoet, waren stuk voor stuk leerkrachten die daar staan met een passie om les te geven. Ja, maar goed, u ontmoet mensen die al gekozen hebben voor het onderwijs. Van die 100 afgestudeerden moet u er nog 80 overtuigen om er nog maar aan te beginnen. Ja, klopt. En daarboven nog zijn er ongeveer een 20-tal% die binnen de 5 jaar stoppen. Dus moet er daar iets gebeuren? Absoluut. Ja. En ik denk dat het vooral gaat over hoe dat die leerkracht zijn of haar job kan uitvoeren. Dat er effectief die nadruk ligt op het lesgeven. Dat is één. Dan daarnaast, leerkrachten in het hele stemverhaal is dan natuurlijk een ongelooflijke belangrijke schakel. En wat zien wij? Dat wij vandaag de dag in een samenleving zitten die eigenlijk heel snel verandert. Dus wordt veel meer verwacht rond digitale skills bijvoorbeeld, maar ook rond stem. En wat we vandaag de dag nog niet echt hebben, is een hele sterke, goede ondersteuning voor stem, voor leerkrachten. Dus ja. Waarom zouden wij niet ook beginnen met bijvoorbeeld stemacademies voor leerkrachten? Om te zorgen dat zij eigenlijk ja, ondersteuning krijgen, hulp krijgen.